welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met, hier vanuit het Media Leerpark op TV 73. Vandaag is mijn gast Maurits Hane. Welkom, Maurits. Goedenavond. Nieuw bakken directeur van Muzerijen. Ja. Even in een korte vlogenvlucht, wat is de historie van Maurits Hane? Maurits Hane, ik ben interim manager in de sector kunst en cultuur. En dat doe ik vanuit mijn vak als orkestdirecteur. Dat ben ik de jaren voor 2009, toen ik hiermee begon, ben ik dat geweest. En daarna heb ik vooral bij Centra voor de Kunst in Dordrecht, in Den Haag, in Haarlem en in Velzen ben ik geweest. En ik heb een aantal orkesten, het Noord-Nederlands Orkest, het Radio Philharmonisch Orkest, heb ik geleid en een aantal andere opdrachten uitgevoerd. Aha. Meestal als interim directeur. Ja, ja. Nou, dan heb je natuurlijk best wel met het beltje bezuinigingen moeten hakken. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Want er is best wel wat gebeurd op cultureel gebied, juist met... Ja, gelukkig zijn er moeilijke tijden waarin het er bijna aan om leek te gaan. Voor hoe weinig geld kan het allemaal nog? Die zijn godzijdank voorbij. Inmiddels is er een wat, laten we zeggen, financieel vriendelijker klimaat gekomen. En gaat het gelukkig weer hoe we erover... Kijk, het gaat er altijd over hoe je met het geld wat de gemeenschap beschikbaar stelt... Ja. Hoe je daar zoveel mogelijk uit kan halen en zoveel mogelijk terug kan geven aan de burgers. Maar een paar jaar geleden was dat geld wat de gemeenschap ervoor beschikbaar had, was wel erg weinig. Ja. En gelukkig gaat dat nu weer de goede kant op. En hoe combineer je dat? Want goed, je bent nu interim directeur bij Muzerijen. Ja. Hoe combineer je die verschillende jobs? Ik probeer het zoveel mogelijk na elkaar te doen. Want als je het echt goed wil doen, zeker de moeilijke opdrachten die ik vaak doe, dan moet je er eigenlijk met je hoofd bij zijn. Ja. Je kunt niet op twee plekken tegelijk op je tenen lopen. En dat probeer ik dan ook altijd te vermijden. Als ik een grote opdracht doe, zoals nu bij Muzerijen, waar ik echt een mooie grote instelling mag leiden, dan doe ik er wel klusjes bij. Maar niet dat ik echt op een andere plek ook nog directeur ben. Nee, nee. En nu is het zo dat... goed, Muzerij heeft natuurlijk heel veel jaren te maken gehad met bezuinigingen. Ja. Nu speelt de fusie natuurlijk met Bureau Babel en de bibliotheek. Toevalligerwijze hebben we daar in de vorige politieke gemeenteraadsverkiezingen... hebben we het daar ook over gehad. Hoe heb je je daarin kunnen inleven al? Nou ja, het is een van de dingen waar ik eigenlijk, ik moet zeggen dat de kennismaking met de medewerkers, waar ik normaal gesproken heel veel tijd aan besteed, die was in dit geval, liep die een beetje achter op de tijd die ik aan de fusie moest besteden. Ik kwam de eerste dag binnen en dan zat ik samen met Theo de Veer, mijn voorganger, en die zei, ja, ik ga zo meteen om 11 uur naar een vergadering, je gaat vast niet mee. En die gaat over de subsidieaanvraag voor de nieuwe fusieorganisatie. En toen dacht ik, nou, ik ga maar even wel mee. En ik mocht me daar ook meteen zeg maar met kop en schouders in storten. Nadat ik gelukkig wel het een en ander van tevoren had gehoord en gelezen over de hele fusie. En ik heb aan de ene kant, ik weet er inmiddels aardig wat van. Maar ik heb ook niet alle verslagen van alle besprekingen gelezen. Nee. Want je moet op een gegeven moment, het is ook goed om even met een frisse blik daarbij in te komen. En die frisse blik, hoe kijkt hij nu naar die fusie? Eigenlijk ja, met twee blikken daarop. En de ene is dat, als ik gewoon kijk, zeg ik, de krachtenbundeling van een bibliotheek en van Muzerijen als centrum voor creativiteit en die van Bureau Babel, die zorgt voor educatie in het onderwijs, is volstrekt logisch en is ook een hele erg goede zaak om die hier uit te voeren. En ik denk dat dat zeker niet alleen mogelijkheden om te bezuinigen oplevert, want dat is volgens mij nooit het enige doel, moet dat zijn. Nee, maar dat die vooral ook kansen biedt om meer waarde te leveren voor het geld wat Den Bosch voor cultuur beschikbaar stelt. Ja, nou, en dat is de ene kant van het verhaal. Ik vind dat mooi gezegd overigens, Maurits. Maar als je dan puur gaat kijken dat die fusie eigenlijk moest ontstaan omdat er €600.000 bezuinigd zou moeten worden. Ja. Recentelijk lazen we in de krant dat de bibliotheek aangepast moet worden in plaats van 4,25 miljoen naar 10,3 miljoen. Ja. Als het daarbij blijft. Ik heb het ook in de krant gelezen en op hetzelfde moment heb ik daar ook een brief van de gemeente over gekregen, ongeveer.
Ja, dat maakt het niet makkelijker. Nee. Maar goed, zie jij wel dan daar kansen in om op een of andere manier dat toch te bewerkstelligen? Nou, ik zou het jammer vinden als we dat niet kunnen bewerkstelligen. Het is mijn drijfveer om al dit soort dingen te doen is altijd de waarde van cultuur. En ik vind ook dat hier bij deze fusie, dat die waarde van cultuur, dat die boven alles moet blijven staan. Want een bezuiniging van 6 ton op een totaalbedrag van 5,5 miljoen euro, ja, dat is belangrijk. En 6 ton is heel erg veel geld. Er zijn dagen dat ik het niet zelf uitgeef. Nee. Die gaan echt voorbij. Dus ik snap dat dat ook moet gebeuren. En dat is een zware opgave voor de partijen. En ik denk ook dat het moet gaan gebeuren. En aan de andere kant is dat natuurlijk niet het doel. Het doel is alweer, hoe zorgen we dat voor de 5 miljoen ongeveer die er overblijft, dat de waarde die alle drie die instellingen nu vertegenwoordigen voor de gemeenschap van Den Bosch, dat die straks minimaal overeind blijft en dat er eigenlijk nog veel meer uitkomt. Ja, nu is het ook zo dat zeg maar vanuit de Bossche politiek, hè, zijn er ook stemmen opgegaan die zeggen, joh, het pand is veel te duur en vandaar dat die fusie noodzakelijk moet zijn. Echter, en dan is er ook nog een discussie van, moet dat dan in een verbinding staan of... Ja, kijk, er is de afgelopen jaren is er naar gekeken en er is op een gegeven moment gezegd, kijk, de panden van de bibliotheek van Muzerij zijn ongeveer even groot. Ze hebben allebei zoiets van 3.500 vierkante meter. Ja. Die twee panden naast elkaar aan de Hinthamerstraat. En dan, als je daarnaar kijkt, dan zeg je, goh, het is niet zo dat een van beide organisaties de helft te veel aan vierkante meters gebruikt. Dus, of zeg maar eigenlijk twee keer te veel vierkante meters gebruikt, want dan zou het makkelijk zijn. Ja. Logischerwijs komt daar dan de vraag uit voort, kan het niet in allebei? Nou, die vraag is, daar is vervolgens niet een duidelijk antwoord op gekomen, afgezien van de motie uit juni vorig jaar, laten we de twee panden oplossing onderzoeken. Nou, dat betekent dat er dus tot ongeveer nu, deze week, is gedacht vanuit het gebruik van twee panden van als kern van alle activiteiten aan die Hinthamerstraat. En dat we nu ineens moeten gaan kijken, goh, wat aan het begin van het proces wel is gedaan, wat er toen is gebeurd, moet nou opnieuw weer gaan gebeuren. Hoe zorgen we dat op die weinige vierkante meters, dat er al die activiteiten kunnen worden gerealiseerd. En ik lees in de brief iets over vierkante meters zijn minder belangrijk dan activiteiten. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Maar bij activiteiten zijn mensen nodig en ik weet nooit precies hoeveel mensen er op een vierkante meter passen. Maar er moet in ieder geval zijn er ook vierkante meters nodig om activiteiten aan mensen te bieden. Ja. Dat is een beetje een dooddoener. Ik kan zeggen, god jongens, we hebben nu een virtueel restaurant in plaats van een echt restaurant. En u kunt hier kilobytes krijgen in plaats van kilocalorieën. maar op een gegeven moment moet er toch ook gewoon gegeten worden. Ja. Ja. Dus, een mooie heldere uiteenzetting. Ja. En dat betekent dat dus eigenlijk heel veel werk wat is gedaan, dat is niet binnen de juiste kaders is er nagedacht. En dat betekent dat er opnieuw moet worden nagedacht. Ja. Ik vind, kijk, een fusie doen alleen maar om een bezuiniging te realiseren en we kijken dan wel wat er nog van de activiteiten overblijft, dat vind ik niet de goede aanpak. Je moet zorgen dat de activiteiten minimaal overblijven, dat de waarde voor de burgers, dat die behouden blijft. Ja. En je moet zorgen dat dat gebeurt binnen de financiële kaders die er zijn. En dat is geen eenvoudige operatie. Daar moet je echt tijd aan besteden. Daar moet je voorheen en weer tussen de financiële mogelijkheden en de, laten we zeggen, de maatschappelijke wenselijkheden. En, en als het nog die sommetje nog niet klopt, moet je nog een keer terug. Dan hebben we het alleen nog maar over wat je als plan moet maken. Maar je moet het ook nog zo maken dat het vertrouwen inboezemt bij de raden van toezicht van de beide grote instellingen en het bestuur van Bureau Babel. Want die moeten daarmee instemmen. En datzelfde geldt voor de ondernemingsraden van muzerijen
en van de bibliotheek. Ja. Dat is één. En de bibliotheek heeft er nog een klein probleempje erbij. Namelijk dat ze ook moeten zorgen dat de gemeente Michiel Gestel, Vught, Bokstel enzovoort, dat die instemmen, want die zijn inmiddels partij in de bibliotheek Den Bosch. Ja. Dus ja. Het is, correct me if I'm wrong, bibliotheek organiseert ook zeg maar events, lezingen om juist die... Maar goed, als je dat dan afzet tegen hetgene wat bij jullie gebeurt, want eigenlijk is muzierijen zo langzamerhand een club geworden waar je als tiener je overal voor kunt aanmelden om aan bepaalde projecten te gaan doen. Ik denk even aan de Ik Band, Art United. Dat zijn dan events aan zich. Ja. En daar staat dan een beetje, in mijn ogen, een beetje haaks op elkaar. Enerzijds geforceerde lezingen, als ik het zo even mag noemen. En aan de andere kant leuke, spontane projecten. Ja. Dat matcht toch niet? Dat zou ik niet weten. Kijk, ik ga ervan uit dat de bibliotheek als instelling ook met zinnige projecten komt. En die doen ze misschien voor een andere doelgroep. Maar uiteindelijk zijn alle burgers van Den Bosch zijn straks de doelgroep van de nieuwe organisatie. Dus vandaar die bundeling van... Ja, die bundeling van kracht. En volgens mij moet dat kunnen. Kijk, we hebben allemaal als een soort doel, bildung, de ontwikkeling van de burger. Via boeken, via lezen, via muziek, via dans. In het onderwijs, als het over Babel gaat. Ja, precies. En die dingen die bijten elkaar niet. En er zijn natuurlijk plekken waar het elkaar overlapt. En daar zit een kans om wat centjes te verdienen. En dat is een goede zaak, want er moet wat worden verdiend. En als we de vierkante meters minder maken, dan wordt er ook weer geld verdiend. Maar voor mij, ik blijf erbij, het geld is niet het doel. De inhoud is het doel. En het geld, ja, aan de andere kant, zonder geld beweegt er helemaal niks. Nee. Dus het moet wel kloppen, die rekening. Ja. En zo zit ik ook, want je vroeg aan het begin, hoe zit je nou in de fusie? Precies. Nou, ik zit daar dubbel in, want aan de ene kant vind ik het dus een fantastisch proces wat moet gaan lukken en ook zal gaan lukken. En aan de andere kant ben ik ook gewoon directeur van muzerijen en zeg ik, jongens, er is een andere organisatie, dat is de bibliotheek, en dat is een grote organisatie waar veel geld om gaat. En daar is sprake van een groot financieel risico als het gaat over het pand en de kosten daarvan. Precies, ja. En zolang als dat financieel risico niet op een goede manier is opgelost, kan ik als directeur van muzerijen niet akkoord gaan met een fusie. Want ik kan niet zeggen, onze activiteiten, onze mensen, als het straks niet kan, omdat er grote financiële problemen zijn, nou, dan moeten we maar zien. Dat is niet mijn rol. Nee. Ik moet zorgen dat er garanties zijn in de nieuwe organisatie, dat zowel de activiteiten als de mensen van muzerijen, dat die goed terechtkomen. Nou, prima uitgelegd. Sterk nog, bibliotheek en muzerijen zijn wat mij betreft standaard behoeftes voor de stad. Maar dat zeg ik op eigen konto. Aan de andere zijde is het wel heel goed dat je heel realistisch gaat bekijken of het wel sowieso haalbaar is. Want dat proef ik er een beetje uit. Ja, ja, ik vind altijd, kijk, weet je, als het moet, dan moet het. En dan moet je ook zorgen dat je de eindstreep haalt. Dus ik ga er in principe van uit dat het haalbaar moet zijn. En uiteraard, maar aan de andere kant, tot het onmogelijke is niemand gehouden. Nee. Nou, mooi gezegd. Even tot slot, want de tijd zit er alweer bijna op, Maurits. Muzerijen heeft in de afgelopen, vijf jaar zo forse bezuinigingen moeten doorstaan. Maar is ook heel belangrijk geworden, ik noemde het net al eventjes, Ik Band en Art United, zo zijn er wel veel meer dingen. Ik heb een heel lijstje hier. Je hebt een heel lijstje, kan ik me voorstellen. Ja. Maar goed, dus het heeft een bepaalde rol gekregen binnen de Bosse gemeenschap. Hoe kun je die nou nog verder gaan uitbreiden? Kijk, door samen te werken en gebruik te maken van alle contacten die de bibliotheek heeft en die ook Babel heeft in de Bosse bevolking en in het onderwijs, kunnen die activiteiten ook verder worden verbreid. Ik denk dat het vooral te maken heeft met contact, met zichtbaarheid en die kunnen we vergroten. En het feit, we zitten natuurlijk in het hart van de stad. Dat is een kostbaar goed.
Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ontzettend jammer vind als straks dat hele pand op de hoek van de Sint-Jozefstraat, als dat zomaar zou verdwijnen. Ik zie in Amsterdam wat er gebeurt als de culturele bestemming van een pand verdwijnt. Het hoeft hier nog niet meteen een Nutella-winkel te worden. Maar ook als de action in het bibliotheekpand komt, vind ik dat zonde. Ja. En dus eigenlijk zou het het mooiste zijn. En ik vind dat de Bossenaren zich daar ook best over zouden mogen uitspreken. Dat eigenlijk de culturele bestemming van die twee panden, al zou het een andere worden, maar dat de culturele bestemming van die panden echt behouden moet blijven voor de stad. Nou, ik denk dat je niet beter kunt afsluiten. Overigens, weet je al dat er op 25 maart in Muzerijen een benefietconcert is? Kidsport benefietconcert? Ik weet het, volgens mij heb je daar iets mee te maken. Ja, nee, ik zal hem even kijken of de kennis paraat is. Maar gelukkig, mocht u dat misschien nog niet weten, maar 25 maart benefietconcert in Muzerijen voor Stichting Leergeld. Ja. Mag ik jou hartelijk danken, Maurits, voor de aanwezigheid in ons programma. En ik wens je erg veel succes. Ja. Dit was In Gesprek Met. Vandaag was mijn gast Maurits Ranen, nieuwe directeur van Muzerijen. En er is genoeg weer om aan te pakken. En dat hebben we vandaag gehoord. Nogmaals dank voor het kijken hier vanuit het Media Leerpark op TV 73. Graag tot volgende week. Hoi.